Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met deze toppen. We gaan echt een heel mooi kerststuk maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komen heel veel leuke kerstvideo's online. Dus druk eventjes op de abonneerknop. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En dan zou ik zeggen, laten we gauw beginnen. Vandaag wil ik ook weer aan de slag gaan met verse bloemen. Nou is dit niet zo'n heel breed stuk. Wat eigenlijk ook wel heel makkelijk is. Want als je een vensterbank hebt, kan je hem daar bijvoorbeeld altijd in kwijt. Maar dat betekent dat we niet zo'n breed stuk hebben. Dus wat we gaan doen is we gaan de steekschuim gaan we passend maken. En dan gaan we hem even ontwikkelen met folie. Zodat hij waterbestendig is voor op het frame. En daarin kunnen we dan straks de bloemen steken. Ik heb het steekschuim nog niet nat gemaakt, dus dat ga ik nou eerst even doen. Zorg altijd dat je het steekschuim niet onder water doet, maar dat je het zelf vol laat zuigen, zodat er geen luchtbelletjes in komen. En daarna kunnen we verder. Het steekschuim is uit zichzelf volgezogen, dus daar gaan we even een folie toevoegen. Dit plakken we aan de zijkant omheen. Zorg dat je dan de zijkantjes ook goed naar boven doet, zodat het water aan die kant niet uit kan lekken. Kijk, zo kunnen we zonder dat het lekt het steekschuim gebruiken. Dus dat doe ik ook met de volgende. Goed. En aan deze zijkanten doen we wat mos. En dat maken we vast met een touwtje, zodat we niet door het plastic heen hoeven te prikken. En het daardoor echt waterdicht blijft. Als je dat hebt gedaan, pakken we de kerstboom erbij. Je kan deze dus nu in het frame zetten. Je kan ervoor kiezen om 3 keer te doen. Maar wat ik leuk vind om hier wat anders neer te zetten, dus we doen 2 keer. En hierbovenin kunnen we dus nu veilig steken. We beginnen eerst met wat kerstgroen. En daarna gaan we wat mooie decoratie toevoegen. Het is wel belangrijk dat je de stukjes fijn opsteekt, omdat je niet al te veel ruimte hebt. Als je het makkelijk vindt, kan je hem er ook eerst even gewoon uithalen. De baas opgestoken, dan kunnen ze terug in het frame. We gaan de boven met de onderkant verbinden door middel van lijnen, want dat geeft een heel leuk effect straks in het stuk. Daarnaast voegen we hem toe met allerlei mooie bloemetjes en ook decoratiemateriaal. Dus
Zoals je kan zien verbind ik elke keer de bovenkant met de onderkant. Ik heb nu katjes gebruikt, mooie zuidenwindlelies. Ik had wat asperges bij in, maar ik vind ze een beetje druk, dus die haal ik er weer uit. Maar dat kan je natuurlijk zelf persoonlijk maken. Maar door deze manier van verbinden met de onderkant maak je een heel apart stuk. Dan heb ik een mooi roosje. Dit is gelijk een blikvanger in het stuk. Ik heb een mooi blad en deze buig ik. En die steek er aan de andere kant weer doorheen. Dan is hij wat kleiner. En dit geeft wel een heel leuk effect, want je kan hem gewoon buigen. Echt super leuk. En nou zie je dat eigenlijk de bovenkant nog een beetje kaal is. Want je kan eigenlijk bovenin allerlei dingen doen. Nou heb ik deze leuke balletjes. En het leuke is dat je hier een klein fotootje aan kan toevoegen. Hij is plat aan de onderkant en glazen balletjes. Dus wat ook leuk is, je kan er bijvoorbeeld een fotootje in doen. Maar wat ook heel leuk is om bijvoorbeeld een tekst erin te schrijven. Merry Christmas. Wat jij ook mooi vindt. En die vind ik heel erg leuk om dan hier in de bovenkant te doen. Je kan eventueel ook nog aan de zijkant neerzetten als je het leuk vindt. Daarnaast kan je naast de balletjes natuurlijk ook lampjes toevoegen. Is ook heel gezellig. Je kan ervoor kiezen om strak langs de bovenkant te doen. Dat je hem eventjes vastlijmt, dat zou kunnen. Je kan het ook in het bloemstukje zelf verwerken, is ook heel gezellig en heel erg leuk. Je kan het ook gewoon omheen wikkelen. Dat kan ook. Stap je het kastje er een beetje achter. Zo kan je er eigenlijk alle kanten mee opgaan. Ik vind lampjes altijd wel heel gezellig in deze tijd. Dus heel erg leuk, vooral als je dan 's avonds wat donkerder is, de lamp zo even uitdoen, dan kan je zien wat het doet. Ja, en deze balletjes vind ik natuurlijk ook gewoon echt super leuk. En ook omdat je daar dan die kleine teksten nog in kan doen. Het is weer super gezellig. Heel erg leuk voor de vensterbank of op het dressoir. Echt super tof. De bloemetjes kan je natuurlijk naar eigen wens invullen qua kleur. Zeg je van ik hou van een andere kleur, dan zou dat natuurlijk ook kunnen. Dus op deze manier kan je hem helemaal naar eigen wens maken. Ik vind het wel heel erg mooi om witte elementen terug te laten komen omdat het framewit is. Maar de bloemetjes kan je natuurlijk doen zoals je zelf leuk vindt. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemisten.nl. Kijk jij deze video op de dag zelf, dan heb ik een hele leuke aanbieding voor jullie. In plaats van een prijsvraag is er even een keer een hele toffe aanbieding. Bestel jij dit pakket binnen de 24 uur dat de video online is gekomen en het geld wel op is op, dus wees snel bij. Dan krijg je nog eens 10% korting met de kortingscode die hieronder staat. Ik zal hem even goed duidelijk in beeld zetten. Dus dan kan je hem bestellen. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Bestellen kan via www.uonlinebloemisten.nl. En ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie ik me de volgende keer weer.